Het zat namelijk zo. We hadden weer een tegenslag. Oh my god. Hoi, ik ben Diesel Lomans en leuk dat je kijkt naar... Vertavel naar Droomplek. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, ik sta nog steeds, of alweer, ja alweer, niet nog steeds, in de fide. Ik heb deze randen vorige keer geschilderd. Dat hebben jullie gezien in de video. Nou, we gaan nu door, want... Bart heeft gisteren een heel mooi dressoir in elkaar gezet. Die ga ik straks later laten zien. Maar ik ga nu de onderkant van de trap alvast schilderen. Oh, wordt scherp. Dus die heb ik nu helemaal afgeplakt. De onderkant ga ik wel wit schilderen. En dan later wordt de bovenkant zwart. Maar ik vond het een beetje onnodig om de onderkant ook helemaal zwart te doen. Dan moest ik hieronder ook helemaal afplakken. Dus... ja, dat was een werkje. Dus nu even een koffietje erin en dan gaan we door. De eerste laag zit erop. Het was wel veel werk, dus... ja, ik denk dat ik toch vandaag minder kan doen dan ik dacht. Ik moet nu even wat dingetjes halen. En als ik dan straks thuis kom, dan doe ik laag 2 erop. En dan gaan we verder met de gang. Wanneer de hele trap gaat. Het begint nu wel te kriebelen trouwens om de hele trap te gaan doen. Maar ja, daar heb ik echt even alone time voor nodig, denk ik. Zo, goedemorgen. Nou, ik heb niet zo heel veel boeiends. Want ik ga gewoon de onderkant van de trap nu voor de tweede keer verven. Droogt ook heel erg langzaam, heb ik gemerkt. Dat komt volgens mij omdat het hier gewoon zo koud is. Dus het is nog steeds een beetje plakkerig. Ik vraag me af of het dan handig is om er nu al overheen te gaan. Maar ik wil zo graag verder met die gang. Oké, daar gaan we weer. Gisteren kwam dit kleed binnen. Een kleed van Meet. Maar die is voor de slaapkamer. En daar zijn we nu nog niet aan begonnen. Maar die gaat wel even op. Het is vandaag woensdag. Dat betekent opvangdag. Dat betekent dat ik kan rocken. Deze muur, als je binnenkomt, ga ik schilderen. Dan ga ik daarna nog even nadenken over deze hoek. Is het mooi om die dan in diezelfde kleur mee te pakken? Ik denk zelf, als het een lichte kleur is wel... Als het donker is, moeten we even kijken of het niet te donker wordt. Omdat die hal, die is heel licht. En dat wil ik wel een beetje behouden. Ik denk dat we hem zo laten. En vaak is het ook zo, met deze wit, vind ik. Dat zie je op de camera misschien niet zo, maar dat zie je in het echt wel heel erg. Dat als je één muur aan één kant verft... En het is een beetje een warme tint. Dan lijkt het alsof deze ook weer wat meer meegaat in die warmte. En daardoor minder wittig is, zeg maar. Dat er ook iets in zit. Misschien hebben jullie gezien dat ik al een tijdje rondloop met deze wood-up stalen. Nou, ook wel handig. Ik heb daar een stukje vloer ook bij. Dit is onze vloer. En kan ik nu eens even goed kijken... welke wood-ups er goed passen bij onze vloer. Ik moet namelijk dit gaan bestellen voor achter het bed. Ik ga denk ik, ja, over een week ongeveer ga ik beginnen aan ons bedbord. En aan de slaapkamer überhaupt. Kijk, dit is ook heel mooi. Maar ja, het is wel echt heel erg mooi. Die vind ik dan net iets te veel warmte hebben, dus die gaat weg. Die vind ik ook heel mooi. Is misschien iets rustiger dan die. Nou, die valt toch af. Ik hou echt alleen wat ik echt wil. Vind ik toch een beetje dat ik bang ben dat het net... Het is wel mooi. Het is wel mooi, hè? Zie je dat? Lord.
zo thuis en ik ben helemaal zenuwachtig, want ik heb dus niet overlegd met hem. En ik vind het eigenlijk best wel donker. Ik denk dat hij wel iets lichter is wanneer hij opdroogt. Het heet Brave Ground. Je moet ook wel brave zijn om dit te gaan doen in je hal, die zo mooi licht is. Maar ja, het is wel aan de kant die je zeg maar, je loopt zo binnen. Dus ja. Ja, ik denk wel dat het echt prachtig is. Straks met die spiegel erop. En dan moet je je ook nog indenken dat de trap ook nog zwart met hout wordt. Ik vind het wel mooi, maar ik snap het wel als Bart zegt van wow, wat donker. En ik vind het ook heel mooi matchen, zeg maar zo. Het is echt zo'n mooie aardetint. Waardoor de gordijnen ook heel mooi erin doorlopen. Het is echt een beetje dezelfde tint. Oh, maar ik vind het wel echt heel spannend hoe Bart gaat reageren. Weet je wat het is? Ik ben gewoon enorm impulsief. En we hadden het misschien iets beter moeten overleggen van tevoren. Zodat ik minder zenuwachtig was over wat hij ervan vindt. Want ergens diep van binnen weet ik natuurlijk wel dat dit nou dan is om het zomaar erop te krakken. Wow. Toch gedaan, hè? Ja, maar ik wil... En dan doe ik die donkere kleur. Ik vind het wel veel kleiner nu. Nou, ik doe wel een andere kleur eroverheen dan. Je kan het ook even op je laten inwerken en gewoon nou, voor je zien met die spiegel erop en zo. En mooie alles... Maar het oog toch veel kleiner nu? Zie je dat niet zo? Nee, zo? Ik vind juist... Waarom niet gewoon die touwkleur gedaan die we daar hadden? Schat, als je binnenkomt... Brown. Nee, dit is niet bakery brown. Nog donkerder. Nee, dit is dit. Kijk, als het opdraagt is het veel lichter. Nou, we gaan het zien. Het is brave ground. Toma. Beginnen terwijl de muur beneden droogt, want die moet even drogen. Dan wil ik hem nog even nalopen voordat afplaktape eraf gaat. Je moet hem vrij lang laten drogen. Ik denk dat dat ook wat te maken heeft met dat er geen verwarming is hier binnen, dus het droogt wat minder snel. Dus ja, dat is de reden dat wat langer duurt. En dan ga ik nu met Jack's kamer beginnen, want hier moet nog een kast in elkaar gezet worden. Ik moest even de batterij opladen, maar ik weet echt niet meer wat ik aan het zeggen was. Anyway, ik ga nu beginnen met de kast. Zo, daar zijn we weer. Nou, het werd gisteren erg laat met de kast in elkaar zetten. Maar hij staat. Moet dit nog even bevestigen. En ik heb hem samen met Jax net helemaal ingedeeld. Het is echt een mooie kast. Helemaal straks als de rest van zijn kamertje af is. Want dan matcht hij wat meer met de rest. Dat kan je nu nog niet goed zien omdat alles nog wit is. Maar hier komt behang. Hier komt nog iets heel leuks met geschilderd. Hier komt deze mooie lampenkap. Heel mooi. Gordijnen heb ik al. Eigenlijk heb ik alles in de house om te gaan beginnen. Alleen voor dit kozijn heb ik nog grondverf nodig. Jammer, anders had ik hem alvast in de grondverf kunnen zetten. I am out of grondverf. Maar genoeg andere dingen te doen. We gaan denk ik even door nu met de gang beneden eerst. Ik wil de spiegel daar vandaag ophangen. Ik ben heel benieuwd hoe dat staat. En dan kunnen we het dressoir gaan terugzetten in de gang. Dat zien. En dan gaan we denk ik verder met dingen in het tuinhuis. De kelders moeten namelijk leeggepompt worden. Daar gaat Bart vandaag mee beginnen. Als hij tijd heeft, want he's very busy with work. Gelukt? Oh, oké. Nou ja, als je het niet hebt, dan heb je het niet, hè. Deze kast is trouwens van Soho. En het is hij heet Dennis.
als je hem wilt opzoeken, dan kan je hem zo makkelijk vinden. Ik zal hieronder ook even een linkje zetten. Tada! Oké, ik geef toe, ik ben nog een beetje zoekende hierin, wat het mooist is. Ik zit natuurlijk nu ook nog een beetje met kerst en zo erdoorheen, dus... En dat is dus het dressoir, die ook van Soho is. Ik denk dat dit een hoekje wordt wat ik nog heel vaak overnieuw ga stylen en doen. Ik vind zelf altijd, wanneer je lijsten gaat gebruiken, vind ik het eigenlijk veel mooier naar voren komen wanneer je dat op een gekleurde muur doet. Dus dit op een witte muur vind ik een beetje staan. Ja, zo van, nou, ik heb het even hier neergezet en ik ga er nog een keer wat mee doen. Zo'n look geeft het. Dus ik denk dat ik ze toch... mooi gaan ophangen in plaats van zo erop zetten. En hier komt straks de spiegel. Ik vind die kleur echt heel mooi geworden. Zo ziet het valt best mee met hoe donker het is. Ja, het leek gisteren donkerder, dus hij droogt wel iets lichter op. Ja, ja, het tv-meubel wordt bezorgd. Allemaal hier misschien nog iets. Ja, ik weet niet. Ik mis nog iets aan de muur. Soms moet je gewoon even wachten tot je het perfecte ding vindt wat daar dan past. Dus ja, ik wacht daar even op en ik kijk af en toe een beetje. Net zoals hier komt ook nog een iets van een ander schilderij. Ik heb van die glas schilderijen gezien. Mega mooi vind ik dat. Maar ik heb nog niet echt dat ik echt... zie van, kijk, met zoiets moet je echt zoiets hebben van, wauw, dat wordt het. En dat heb ik nog niet gehad met alles wat ik tot nu toe heb gezien. Die is ook van Soho en de spiegel ook. Hij is huge. Good morning, how are you? De fundering, je ziet het. Het ligt er nog steeds zo bij. Hij is nog steeds niet geweest. De aannemer die nooit komt van de fundering. Oh, we willen zo graag door met de tuin. We hebben vandaag ook allemaal bomen die binnenkomen. Die gaan we ophalen. Die kunnen we nergens neerleggen, want ze moeten nog met zwaar geschut eroverheen. Even Dexie naar huis brengen. Tot zo! Tot zo, schat. Ik ga even naar de buurman. Even een koffietje doen bij Randy. Oh, even het huis van buurman Ton en buurvrouw Wanja laten zien, hoor. Die kwam ik net tegen op straat. Oh, ik ben aan het praten tegen de vlog. Oh wow, dit is ook mooi geworden, zeg. Gaaf, mooi die kleur. Mooi toch? Ja, heel mooi. Mooi rustgevend, hè? Ja, ik vind het overal, mooi. Ik had gisteren ook allemaal vliegjes overal. Ja, spinnetjes. En veel spinnen en vliegen. Ja. De eerste bomen opgehaald. Oh, een mooi excuus, hè, vlogger. Dat je niet hoeft te helpen. Ja, nee, ik moet filmen. Nou, alsof ik nooit wat doe. Halleluja, zeg. Jee, we hebben weer water. Het is zaterdag vandaag. Dus ik ben deze video die jullie nu aan het kijken zijn, à la nu aan het editen. Tada! Maar voordat ik hem afmaak, wil ik nog even wat dingetjes vertellen die er nog bij hoorden. Dus dat ga ik nu even doen. Het zat namelijk zo. We hadden weer een tegenslag. Jawel, het zal eens niet. Tegenslagje kan er ook wel weer bij. Hoort erbij, geloof ik, zo'n beetje elke week. We hadden best wel wat plekken op het plafond waarvan we zoiets hadden van... is dat wel de bedoeling dat het zo gestuukt is? Vooral in de fide. En dat zie je dan... ja, met een bepaald licht zie je het dan veel meer dan in ander licht. En degene die hier alles geregeld heeft van het stuken... die zou nog een keertje langskomen, die aannemer. Dus die kwam langs deze week... En toen zei hij, ja, het klopt. Ik ben helemaal niet tevreden met hoe het plafond is gestukt. Dus dat gaat helemaal overnieuw. Yep. Het schijnt dus dat het niet goed afgeschuurd is of iets. Waardoor je dus heel veel vegen nog ziet. Dus in januari wordt alles van het plafond opnieuw gestukt. Dus alles moet weer worden afgeplakt. Misschien bepaalde muren die ik heb geschilderd moeten weer bijgekleurd worden daarna. Niet iets om heel blij van te worden. En gisteravond hadden we ook geen water. Dus dat vertelde ik al een keertje eerder dat dat moment ging komen. Nou, die is gekomen. Het was dus 0 graden. En dus is de slang, dus maar een heel dun slangetje waar ons water doorheen gaat, van de buurman naar ons toe.
het water erin bevroren. Dus we hadden gewoon geen water. Maar gelukkig vanochtend weer wel. Misschien moeten we even wat meer water gaan inslaan in flessen. En in de gang zetten. Zodat we even een noodoplossing hebben. Voor als het straks nog langer zo koud is. Wat we niet open. Ik heb deze week ook weer een offerte opgevraagd bij Centerpax. Om tijdelijk in een huisje te gaan in januari. Maar ja, het probleem is gewoon dat Jola eigenlijk gewoon niet weg wil hier. Zij gaat bijna elke dag naar de paarden. En die mist ze dan enorm. Plus we moeten haar natuurlijk ook dan elke doordeweekse dag naar school brengen. Dat is best wel een stukje heen en weer. En helemaal als het maar tot 2 uur is. Dus je blijft echt een beetje heen en weer rijden dan. Dus ja, ik denk dat we toch gewoon maar gaan proberen om hier te blijven totdat we aangesloten worden. En als het dus vaker voorkomt dat het vriest. Ja, dan moeten we echt water hebben voor een noodoplossing. En het kamertje boven in gaan richten om daar te gaan vertoeven als het echt heel koud wordt. Maar ik denk niet, het staat in ieder geval niet voor nu en de komende 2 weken dat het echt heel veel kouder gaat worden dan dat het vannacht was. Vannacht was dus 0 graden en in de komende 2 weken zie ik dat echt niet vaker gebeuren. Dus ik hou het gewoon een beetje in de gaten. En ik leef natuurlijk nog steeds in deze verschrikkelijk lelijke, maar wel dikke warme trui. We gaan nog eventjes een kijkje nemen buiten. Wat Bart allemaal aan het doen is vandaag. Neem ik jullie nog eventjes in mee. Wauw, wat een lekker zonnetje trouwens. En dan nu een pomp hangen in die kelder. Gadver. Nu dat de zon schijnt en het even niet regent. Ga ik even wat opruimen in de caravan. Dat vind ik echt best wel eng. Ik ben echt, ja, in mijn hoofd heb ik een soort dat daar zo'n hele plaag is en zo. Omdat je heel veel van dat soort verhalen hoort hier. Maar oké. Niet veel aan denken. Bart is lekker bezig daar bij het tuinhuis. Jullie zagen natuurlijk in deze video dat ik een muur zonder een beetje het ging overleggen ging schilderen. Maar kijk, soms dan ben je het gewoon niet echt heel erg eens met elkaar. En dat, ja, daar moet je dan maar mee leren leven. En zo gaat het eigenlijk ook over de kelders. Ik ben het daar nooit echt helemaal mee eens geweest. Maar ja, om dan maar gewoon ook een beetje met Bart zijn droom mee te gaan, ben ik daar akkoord mee gegaan. Maar mijn droom is het niet. Ik ben gewoon zo bang voor dieren, hier ook nu. Dexie, ga jij ons eerst even kijken? Ja, met jou? Oké, mama gaat even wat spulletjes pakken. Oh my god, muizenkeutels, ja hoor. Ik zie daar een paar muizenkeutels. Dat betekent dat er muizen zijn hier. Dat betekent dat ik het een beetje spannend vind. Nou ja, gewoon omdat ik dan denk van, daar schrik ik gewoon van. Van muisjes schrik ik. Ik weet het eigenlijk ook niet waarom ik daar, ja, waarom zou je er eigenlijk bang voor zijn? Ik heb nu alles weggehaald, beetje schoongemaakt, maar er is 1 kastje. En dat is dus waar de muizenkeutels heen zijn gegaan. Ik heb ook een gaatje ontdekt in een mueslizak. Maar ja, dat kastje durf ik nu dus niet leeg te halen. Ik weet ook gewoon niet waarom. Waarom durf ik het niet? Waarom ben ik zo bang? Het is... Zij zijn bang voor mij, maar... En wij horen de laatste tijd dus ook geritsel op zolder. Dus we denken dat er muizen op zolder zitten. Wat gaan we eraan doen? Een gat. Zie je dat gat? Ik heb dus ooit een keer gehad dat ik een zak brood pakte. En dat er een muis uitkwam. Weten jullie dat nog? Dat was zo scary. Wat een opluchting is dit, joh. Alle kastjes echt 100% eetvrij. Zodat er geen muizen meer komen. Nou, dit is gewoon geen goede slang, schat. Het gaat helemaal dubbel hier. Het trekt helemaal bol. Het werkt niet, joh. Ik was even snel naar de Gamma gereden. En daar heb ik een koppelstuk en dus een andere slang. Wow. Waarmee we als het goed is beter kunnen pompen. En deze heb ik gekocht. Ik heb even goed gelezen. En we hebben stroom op zolder. Dus als ik deze op zolder erin prik, dan zou er dus ultrasonic electric magnet iets uitgestuurd worden. En hier stond dat het voor 220 vierkante meter geldt. En die andere voor 50 vierkante meter. Dus ja. Kijk of dat werkt. Bart is bezig met de slang. Die in het leggen. Hopelijk lukt het nog een beetje. Anyway, ik ga door met deze video editen. Dank jullie wel voor het kijken naar deze week. En hopelijk tot woensdag of volgende week weer. Doei! Doei!
It's high time. Bedankt voor het kijken naar de vlog.